Oké, welkom terug bij een nieuwe drill van Wil. Deze keer gaan we het hebben over de afstanden van je stokken. Je hebt er 14, ze hebben allemaal een afstand, maar hoe ver vliegt de bal nou echt? Dat gaan we vandaag uitzoeken. Oké, hoe gaan we dit doen? We gaan een afstandstabel maken. Dit kan je doen door middel van een rangefinder. Je hebt ook wel een trackman misschien bij je lokale club. Die kan zeker helpen bij de juiste afstanden. Maar we willen weten hoe ver vliegt nou elke club. Je begint bij de sandwich. Je eindigt bij de driver. Je gaat door je hele set heen. Je slaat zeg maar 5 ballen per stok. Kies daar een gemiddelde van. De beste, de slechtste eventjes aan de kant. En dan zie je een bepaald patroon ontstaan. En vanuit daar kun je verder werken naar een goede gapping tussen je stokken. Drijverings ballen vliegen vaak minder ver dan de ballen die je gebruikt in de baan. Dus hou daar ook wat rekening mee. Heb je die ballen geslagen en heb je een heel duidelijk beeld van hoe ver gaat elke stok nou? Nou, sla dit op je telefoon, schrijf het op een blaadje, neem het mee de baan in en controleer of dat ook in de baan klopt. Het zou kunnen dat je in de baan net wat harder slaat of wat zachter. Met bepaalde weersomstandigheden is het heel belangrijk om dat gewoon in de baan uiteindelijk te gaan testen. We zijn bij de driver aangekomen. Uiteindelijk natuurlijk mooie club in de tas. Ook een van mijn beste. Die vliegt rond de 270, 275 door de lucht. Dit was hem weer voor wat betreft de afstanden. Fantastische driver om mee te eindigen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Zorg dat je afstanden onder controle krijgt en weet hoe ver ze vliegen. Maak dat tabelletje. Weet zeker dat je meer birdies gaat maken. Zorg dat je je scores invoert in de GolfNL app. Daarmee doe je automatisch mee met de Big Green Egg Birdie Ranking. Daarmee maak je ook kans op fantastische prijzen. Veel succes en hopelijk tot de volgende keer.